15 keuzes en maar één spelregel. Je moet kiezen. Zee of land? Nou, dan ga ik toch echt voor de zee, hoor. Grote boek van Sinterklaas of tablet van Sinterklaas? Nou, tegenwoordig toch wel de tablet, maar dat mag Sinterklaas niet horen. Spanje of Nederland? Spanje. Kat in de zak of kind in de zak? Dan toch de kat in de zak. Pakjesboot of pakjesboeing? Oeh, dan vind ik toch liever de pakjesboeing. Dat vind ik allemaal wat spannender. Voor altijd het hulpje van Sinterklaas of misschien tijd voor een andere baan? Nee, dan toch hulpje van Sinterklaas. Open haard of centrale verwarming? Oeh, centrale verwarming vind ik heel lekker tegenwoordig. Speculaas of marsepein? Speculaas. Stoomboot of elektrische motor? Stoomboot natuurlijk. Zie de maan schijnt of zie ginds komt de stoomboot? Zie de maan schijnt. Melkchocoladeletter S of pure chocoladeletter P? Melkchocoladeletter S. Amerigo of Vespa? Amerigo. Twee kaatsenballen in een net of een letter van banket? Letter van banket. Leiders ontzet of pakjesavond? Moeilijk. Pakjesavond. En nu mag je een paar keuzes even uitleggen. Nou, ik koos voor tablet van Sinterklaas omdat de letters van het grote boek op dit moment zijn verdwenen. En tegenwoordig met die clouds en de iPad hopen wij dat de namen niet meer verdwijnen. Dus wat mij betreft tablet van Sinterklaas. Ja, natuurlijk Spanje, daar is het veel warmer. Hoe mooi Nederland en hoe mooi Leiden ook is. De warmte van Spanje, dat is toch wat ik mis. Nou, Leiden's ontzet heb ik nog nooit mee mogen maken. Ken ik alleen van de foto. En ja, pakjesavond is toch waar we het allemaal voor doen. Dus ja, ik kies voor pakjesavond. Sorry Leiden.